Een hele goede morgen, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Het is 6 uur ochtends. Ik was dus 5:15 wakker. Oei, god, kijk dit nou, mijn tas hangt. Ach, god, dat gaat lekker. Ik gooi alles op de grond. Het is veel te vroeg om helemaal zo in de make-up te zitten. Maar toch is het zo. Vandaag ga ik namelijk naar Rotterdam, Dudok in het park, om een hele leuke shoot te doen voor de perfect wedding. Dus ik neem jullie weer mee. Hallo guys, ik ben inmiddels aangekomen op locatie. Het Dudok in het park heet het, toch? Ja. Dit schijnt heel mooi te zijn. Ik heb al even op internet gespiekt en het ziet er inderdaad veelbelovend uit. Laten we snel naar binnen gaan. Het is hier heerlijk warm. Oh, wat leuk. Oké, guys, ik heb mijn badjas aan. Wat we eerst gaan doen is alle jurken passen om te kijken welke jurken het beste staan. En het zijn volgens mij in totaal 24 jurken. Dit is echt een meisjesdroom die uitkomt. Kijk even. Jezus. Alleen maar wit pracht zie ik. Ik ben zo benieuwd. I could stay like this, forever following you. Oké, ik ben er helemaal klaar voor. We hebben net alle jurken gepast. De meerderheid zit goed. Ik heb alleen een beetje te platte billen. Waardoor de fishtail-jurken af en toe een beetje wijd is. Maar voor de rest echt geweldig. Top. Ik kan niet wachten om het jullie te laten zien. Dit zijn alle jurken. Oh, wat geweldig dit. Vooral die prinsessenjurken zijn mijn favoriet. En we gaan hier zo direct shooten. Deze prachtige zaal. Oké, laten we beginnen. Jongens, ik heb de eerste jurk aan. Dit is, als ik het goed zeg, een A-lijn jurk. Bohemisch-stijl, boho-stijl. En hij is prachtig. Ik heb een beetje vulling bij de borstel. Hij is zo mooi. Oh, daar krijg ik helemaal zin van. Wat is rek? Oh, hij is al aan het filmen. Ja, een lichte A-lijn. Ben je er klaar voor? Ik ben helemaal zenuwachtig. Oké. Oh god, ik sta bijna op je sluier. Sorry. Oh my god. Nee, ik word nou uit. Dichterbij, geef jezelf beter. Let's stay here. Let's stay. En ook deze is weer prachtig. Kijk even, wat een sluier. Wauw. Jeetje. Nee, je mag gewoon praten hoor. Nee, dat geeft niks. Oh, zo blij. Het is een beetje champagne kleur. En ik heb hier niet eens cups in nodig. Hij zit gewoon goed. Even in de spiegel. Jongens, kijk nou. Oké, we hebben inmiddels een shoot gedaan met 4 jurken en nu is het tijd voor een klein interviewtje. We hebben deze zaal veranderd in een woonkamertje. Het is nog gezellig ook. Tijd voor de lunchpauze. Hier? Nee? Ja. Ik heb zo'n honger. Oh, kijk aan. Dat ziet er goed uit. Jeetje. staat allemaal klaar. Ik heb een broodje rosbief zonder rosbief besteld. Het was namelijk een broodje rosbief met truffel-eiersalade. En het, het ruikt echt heerlijk. Is het ook zo lekker? Ja, hè? Dit is de volgende jurk, jongens. We hebben lekker lunchen in zitten. En dit zijn dus het soort jurken die een beetje moeilijk zijn met mij. Al zit deze wel goed bij mijn kont, maar de meeste zitten hier dus een beetje te los. Maar deze vind ik ook prachtig. Kijk, nou die mouwtjes. Heel erg mooi. Ik ga achter een beetje filmen. Wel heel bekant, hè? Ja. Maar wel heel mooi. Kun je een stukje lopen? Zo leuk als die andere. Hij gaat alweer uit, want we hebben haast nog één jurk te gaan en dan zit het erop. Dus kijk, ik ben net een Disney prinses met die vulling in hier. I love it. Zo mooi. En ik heb er ook voor de borst in, dat mag gezegd worden toch? Dankzij de pets, die dubbele pet. Oké. De laatste jurk. Ik heb zo'n pijn aan mijn voeten. En zo'n kramp in mijn buik. Hallo guys, daar ben ik weer. Ik loop nu op Schiphol Airport. Het was echt een geweldig leuke dag. En inmiddels is het 5 uur. Ik ben dus best wel snel deze kant op gekomen. Ik had geluk, rennend ging ik naar de trein toe, maar ik heb hem uiteindelijk gehaald. Ik heb net een broodje gehaald bij de La Place. En nu moet ik doorreizen naar het Olympisch stadion. Want daar is de boekpresentatie van Annemerels nieuwe boek. Dus daar heb ik echt heel veel zin in en daar wil ik bij zijn. Ik ben ook heel blij dat dit dan net zo uitkomt. Nu moet ik even de bus zien te vinden, want geen idee waar die gaan. Maar anyway, ik houd jullie op de hoogte. Dus tot zo. Nou jongens, op en top drama. Ik kwam er na 20 minuten, nee, na een half uur in de bus kwam ik erachter dat ik de verkeerde kant op reed. Echt, hoe blond kun je zijn? Ik zat natuurlijk de hele tijd op mijn telefoon. En in mijn haast was ik gewoon de verkeerde bus ingedoken die de andere kant op reed. Dus ben ik weer uitgestapt, weer teruggegaan via de andere bus en nu ben ik er. Het is inmiddels 5:50. Het duurt tot 7 uur. Ik ben 1 uur en 10 minuten te laat, maar hey, ik ben er wel. En dat terwijl ik fucking moe ben en overal buikpijn heb. Dus dat vind ik toch nog best lief van mezelf. Alleen nu even kijken waar ik heen moet. Oh, lauw. Oh jongens, ik ben er gewoon. Ik heb het gered en kijk even wat een mooi boek. Wat een mooi cover natuurlijk. Coming late to the party. Hallo! Hallo! Daar is Annemerel. Healthy sisters. Hey. Dit is al de 3e keer dat Annie, maar ik noem je volgens mij als enige Annie, dat Annie een boek voor me signeert. Mijn zusje noemt me ook Annie. Oh echt? Zo leuk! Ik kan niet wachten om hem te lezen. Morgen heb ik niks op de planning staan, dus dan ga ik meteen even ervoor zitten. Lieve mensen, het is 12 uur en mijn video is eindelijk ingepland. Oh, ik ben zo kapot. Niet normaal. Ik kan niet wachten om lekker te slapen. Dus bij deze bedankt.